Let op, de volgende video bevat luide schrikeffecten, bloederige en griezelige beelden en grof taalgebruik. Kijken op eigen risico. Op zich viel de vorige aflevering wel mee. Toch? Goedenavond allemaal. En welkom terug bij een nieuwe aflevering van Spooky's House of Jumpscares. Room 600 tot 800. Al moet ik zeggen dat de vorige aflevering best wel meeviel. We hebben een wapen. We hebben een bel. Dus... Axe, chop till you drop. Ik had die nog niet eens gezien. Maar we hebben dus een bel nu. Dan ben ik eigenlijk best wel blij omdat we die nu hebben. Want dan heb ik toch een beetje meer het gevoel dat ik mij kan verdedigen. En die stomme cheap jumpscare beesten... Die kan ik dan eindelijk gewoon de kop eraf hakken. Tenminste, die paaltjes. Ik denk niet dat het effectief is tegen vijanden of zo. Dus welkom in Minecraft. En welkom in paarse Minecraft. En welkom in andere schilderijbeesten. Dus. We hebben een spel opgeslagen. We zitten op room 600 nu. En de gangen worden langer. Mijn geduld... Dat is echt op een heel klein stukje nou. Ik heb trouwens geen flauw idee waar ik over zit te praten. Ik serieus, maar geduld. Ik bedoel, hoezo heb je geduld hiervoor nodig? Ik ga gewoon deze kant op. Nee, maar even om de eerste aflevering een beetje te geven van tot ik een mietje ben en noem maar op. Dat is allemaal angstpraat natuurlijk. Net zoals wat ik nu eigenlijk allemaal aan het doen ben. Het punt is gewoon, ik kan echt niet tegen dit soort games. En de reden waarom dat ik het dan toch eentje speel is... Zoals al heel veel in de comments hebben gezegd. Verleg je angsten en nogmaals bedankt voor je... Support. Dat jullie zo lief naar mij zijn geweest. Maar dit is allemaal 610. Oké. We hebben licht. Nee? Ik zie de bedoeling van. Daar ben ik uitgekomen dan? Ah! Die zegt me niet dat hier een monster gaat zitten die mij... Ik heb er problemen mee. Ik moet een beetje denken aan... Ach, hoe heet dat spel nou ook weer? Nee. Moet ik hierin? Oh, nee. Nee. Nee, hier ben ik geen fan van, jongens. Kan ik alsjeblieft weer gewoon naar de normale kamers toe, wat is dit? Spooky just said that there were things that needed to salvage this place. I'm starting to worry that that loose basement may be included in the list of things for us to retrieve. The power just shut off again. Is everything broken in here? Blijkbaar. En dan zit er natuurlijk iets in zo'n kruipruimte, dat wil ik niet. Please laat er niks in zo'n kruipruimte zitten. You just have to keep it close, it becomes something else when it gets too far away, something I can't outrun. Oh, die snijvogels! Wat de frik? Nee! What the fuck? Nee! Weg hier! Hoe kom ik hier weg? Wat was dit? Now you have nothing to fear, now you have nothing to think, follow your selfish desires, follow your nature instinct. After you are all just an animal, it's much easier trying to think, yeah, blah blah blah. I don't care. Mijn naam hoeft er niet in. Maar hoe kom ik daar dan uit? Moet ik dan zo snel mogelijk naar die deur toe dan nog ofzo? Nou ja, in ieder geval, ik ga terug naar die camera en ik zie jullie in de seconde. Oké, nou, laten we eens heel eventjes terug deze camera even eerst goed bekijken. Maar volgens mij moet als de power aangaat, moet ik zo snel mogelijk door die deur heen. Dus... Maakt niet uit. Gewoon rennen. Gewoon gaan rennen. Ik weet dat de beesten achter me aan zitten, gewoon blijven rennen.
Tenminste, zo'n gevoel heb ik. Tenminste, ik hoop niet dat de beest me achterna blijft zitten. Nou ja, aan de andere kant, zo'n eng beest gelukkig was nou ook weer niet, maar... Laten we gewoon even kijken, ik zie niks. Ik moet heel eerlijk zeggen, dit beest vond ik dan weer niet zo eng. En volgens mij zit hij nog niet eens meer achter ons aan, aangezien dat we hier nou gewoon de spelletjes kunnen spelen. Dus, het was interessant, maar ik... Ja... Ik had echt zoiets van... En nu? Wat moet ik doen? Maar echt creepy. Ja, hij zag er wel eng uit. En natuurlijk de angst dat hij iets achtervolgt. Maar op de spooky meter zou ik hem echt maar een 3 geven of zo. En de mask die zit echt op een 9. Wat zit er op een 10? Ja, op het moment dat ik escape druk en het spel uitzet. Oh, wacht. Moeten we weer teruglopen dan? Tenminste, dat werkte de vorige keer ook heel erg goed. Moeten we weer heen lopen. Toch? Nee? Wil jij dat alsjeblieft niet doen? Jeez! Ik schrok echt van dat beest en daardoor krijg ik nog een hartverzakking van een Greg. Ik haat jou. Mijn ergste nachtmerrie zit daar op de bank. Zullen we daar even van plaats wisselen dat jij even gaat spelen? Oh, hell no. Jezus, wat de neus was dat? Hou je klep! Kutspel. I just realized that I never had a mental... Die hebben we ook al gehad. Ik heb geen zin om de hele tijd die dingen blijven herhalen. Oh boy. Nee. Nee. Het nam ook echt nog niet eens help weg of zo. Volgens mij was dat echt gewoon een... Het was nog niet eens een jumpscare. Het was echt gewoon een beest dat in één keer op je afkomt waardoor dat je doodschrikt. Dus dat was echt een visuele scare. Happy Halloween. Jesus. Scared the giblets out of me. Is dat een briefje? Oh, day 2. Food supply depleted, water supply 30%, mental health deterioration, leaving notes behind to help others, and mark where I've been. Mark? You mark? Mark. Nee. Ik heb een bel. Gebruik hem. Kak gewoon je kop eraf. Nee, Spooky. Kak ook jouw kop eraf. Kak iedereen zijn kop eraf. Wat is het met die lange gangen? Waarom de hele tijd van die lange gangen? Oh, kom op, we zijn al over de helft. Ik weet niet wat er achter me zit en ik hoef het ook niet te weten, ook niet. Ik weet dat er iets achter me zit. Ik weet niet wat en niet wanneer. Maar ik weet wel toch dat iedere keer ik me de dood was. Schrik. Dan ga ik de verkeerde kant op. Hou je kop. Ik hoef daar niks van te hebben. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Please don't hurt me. Please don't hurt me. No more. Pa 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 da pa da da pa 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 da pa da da pa 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 da pa da da. Oh, waarom mogen we nou niet meer 7 tussen de 50 rooms? So not fair. Het is ook zo lekker stil nu. Ik heb nog steeds mijn ex. Ik heb nog steeds iedereen zijn kop eraf. Lange gang. Er zit er een reentje die gebruikt zijn schild als telefoon. Dus vals spelen mag niet. Volgens mij is hij banger als ik nu op het moment. Oh, kijk, daar hebben we weer zo'n hersenpan ding. Ga
gezellig. Ik heb dan een noot of zo. Moet ik gewoon doorlopen? Ik bedoel... Hallo. Oh, dat is de deur waar ik vandaan kwam. Zul je niet te lang in blijven rondhangen? Goed idee. Ik bedoel, ik heb wel geen zin om dood te gaan, omdat ik al over de helft van de kamers weer heen ben. Dus ik heb echt geen zin om weer alles opnieuw te moeten doen. Zeker niet dat gebeuren met dat zwarte beest dat in een keer op ons af kon vliegen. Oh, nou, ik kan er in ieder geval om lachen. Ik heb een beetje van mijn angst overwonnen. Denk ik. Dan nog, wat was dat voor zwart ding? Damn. Ik voel hem nou nog hier zitten. Zo ver ben ik nog nooit gekomen. Ik ben in een livestream ben ik nooit verder gegaan dan room 200. En dan was het er nooit meer van gekomen ofzo. Oké. 30k machine. Kom op. Schijn nou, zit ik hier uit met die hele langdradige lange gangen zoals deze. Die zijn irritant, vervelend en irritant. En vervelend. En irritant. En vervelend. Serieus. Ik bedoel, dadelijk krijgen we afleveringen die in één keer gewoon 40 minuten gaan duren. Alleen maar vanwege die hele lange gangen zoals deze. Of deze. Deze heeft ook al zo'n lange brede gang. Ik bedoel... Dat is ook in één keer je sprint op. Je kunt dan niet meer sprinten. En dat gaat allemaal zo langzaam en vervelend. En... Oké, er gaat dadelijk iets gebeuren. Ik heb zo'n gevoel dat er nou dadelijk iets gaat gebeuren. Ik heb zo'n gevoel. Ik heb zo'n gevoel. Ik bedoel, we krijgen weer spooky muziek. Dus we moeten het een beetje ontspannende muziek voorstellen. Oké. Dat bedoel ik dus! Dan is het gewoon 50 kamers gewoon stil. Ah! Niet jij weer! Oh! Nee. Oké, ik moet luisteren naar de gepringel. Nee. 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 11 kamers. Nee. Nee! Nee, ik wil niet dood. Ik ga gewoon aanstaren. Laat me een beetje regenen. Jongen. Hell no. Hell no. Nee. Ah. 5 kamers nog. Muziek stopt. Is hij weg? Nee, is niet weg. Twee kamers. Bah!
Ik haat dat beest. En dan ook nog zo dichtbij op het einde. Ik ben zo vaak bijna dood gegaan. En dan is het nog niet eens het einde van deze aflevering, want we zijn pas op de helft. Tekst nog steeds hetzelfde. Hallucinations are manifesting at increasing intervals. The cause is probably sleep deprived, or a gas that has been pumped into the rooms. I have not yet been injured, so I don't think the cause is a brain injury or blood clot. Nou, het grappigste is, misschien zit er inderdaad wel een nerve gas in en zijn we gewoon allemaal gewoon knettergek. En heeft het allemaal gewoon te maken dat Spooky ons een beetje voor de gek zit te houden. Oh, nou ja, nog 100 kamers. Nog maar 300 kamers in totaal en ik heb het gehaald. Maar die mask ding is... Oh, die... Ik haat hem. Ik haat hem. Oké, nou. Let's go. 300 more rooms. Oké, ik krijg een beetje ontspannende muziek. Daar ben ik blij om. Kom maar met je spookdingen, ik hak zijn kop eraf. Ik heb nog steeds mijn bel. Ik heb nog niet eens mijn bel op dat beest geprobeerd, gewoon omdat ik te bang was. Oh. Ja, ik word nou een keer gekrippeld achter me. Ik doe een keer gekrippeld van... Ja, inderdaad. Taste the beef! Ik moet even naar de wc. Ik heb code bruin. Broken. Oké, we hebben geen code bruin. Kijk je naar binnen? Zie je iets te doen? Waarom is het altijd bij een 10 dat er iets te doen is? Today was a weird day, kun je wel zeggen. The average number of orders continues to rise as it has been, but it known that the number of people today. I saw someone use the drive-thru and order a lot of food for one person. And then about 10 minutes later they were back. They ordered the same exact meals, and then they left again. Then after another 10 minutes, they were back again. Maybe they're just delivering food for a party or a hotel. But it more worries me for some reason. Serieus, dude, waar hou je hiermee bezig? Hallo, welkom bij de Query Workshop. Mag ik je order alsjeblieft? Hier ook een uitgang. Oh, die zit locked. Want anders, die zit ook locked. Anders is die locked. Daar ben ik uitgekomen, dat weet ik zeker. Ik ga naar het dames toilet. Hi. Well, I broke one rule today. The management doesn't give out an actual lunch break, so I can't go anywhere. They won't allow outside food here. I mean, they actually screamed at the last customer who did that. Anyway, I had a burger. It wasn't bad, and I don't feel sick, so I might get a few every now and then. Hi. Hi. Ik wil die niet openmaken daar. Ah, hier zit sleutel. Hier zit sleutel. Pak de sleutel. Pak de sleutel, dankjewel. Hoi. Oké, die zit locked, gelukkig. Waarom ik kan kijken, dat weet ik niet. Is dat dan voor deze deur? Ja. Een entrance. Oké. En zo blijf ik weer zo lang in één room. Wat is hier de bedoeling van? Bepaalde kleurcode volgen. Daar hou ik niet van als ik look around moet doen. Oh, een sleutel. Was dat alles? Shush. Shush. Gewoon je shush. Oké, nou is de happy muziek weg. Steeds locked.
wat, nee, die was Broken. Daar zijn we ook geweest. Was nog... Daar zijn we nou net geweest. Die is ook nog steeds locked. Daar zijn we uitgekomen, dat weet ik zeker. Zat hier dan nog iets locked? Deze deur misschien. Ja! Maar hier wil ik niet rondkijken. Exit key picked up. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat dat was, maar... Hell no. Hou je klep. Volgens mij zit dat groene beest weer achter ons aan. Laat ik het zo zeggen, ik ga niet omdraaien om eventjes... Lach nou maar, verdween de deur gewoon. De deuren zijn weer weg. Mag ik mijn deur terug, dank je? Ze zijn aan het spelen met mijn hersenen. Ah! Waar zijn de deuren? Ben ik nou dood? Ik heb geen bel meer. Ah, fuck dit, nee. Fuck dit. Nee. 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 Ik kan niet sprinten. Ik ken helemaal niks. Hoi. Hoi. I'll catch you in a Pokeball. Oké, dit is dan niet zo creepy. With every bite one... Dit kan ik niet eens lezen. Maar wat moest ik dan nou weer doen? Ah, 720. Prima. Oh, dat ziet er interessant uit. Dankjewel, spel. Dan komt dat beest. Niet dat hij weer dadelijk dat kutgeintje doet van tot de deuren verdwijnen. Dat doet hij dus wel. I don't care. Leuk! Leuke bloederige beelden. En als je dus geen flauw idee hebt waar dat de deur zat, dan ben je gewoon de Sjaak. Want hij vindt het gewoon leuk om in één keer die deur weg te halen zoals... Nu bijvoorbeeld weer. Nou ja, laten we hopen dat we het dit keer overleven, jongens. Nee. Zullen we gewoon de deur houden? Stoppen met die rare muziek? Ja, ik wist dat daar de deur zat, helaas. Jammer joh. Wat een leuke beeldjes trouwens. Oh, en naast... Dus je krijgt 20 rooms, krijg je gewoon die crap en dan is het voorbij. En dan krijgen we dadelijk weer zo'n random beest dat ons achterna gaat zitten. Voor de laatste rooms. Hopen dat we niet doodgaan. En dat we gewoon lekker door kunnen blijven rennen. Of krijgen we dit beest ook nog eens een keer achter ons aan. Die Mask Salesman, vergeet niet, dat was een bosroom, dus... Ik maak me toch nog steeds zorgen. En... Nee. Als weer zo'n zwart beest in één keer komt... Kijk, je schreeuwt niet zo hard. Serieus, ik maak je dood. Ik ga gewoon teruglopen. Werkte de vorige keer ook goed. Er stond geen enkele zo'n beest. Die staat er nou weer, of niet? Nee. Waar het is. Ik heb nog steeds geen flauw idee hoe dat de kamers werken. Alleen dat ik dankzij die zwarte beest en dankzij Gregory daar nou een godsgruwelijke hekel aan heb gekregen. Jongen, wat is de ergste jumpscare in dit spel? Gregory die achter je zit. Yeah.
Dit keer krijg je me niet te schrikken. Na 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 na. Ik vind gewoon dat de laatste ronde gewoon Gregory moet spelen. Ben ik er vanaf. Ben ik er gewoon vanaf. Maar ja, aan de andere kant ben ik dan waarschijnlijk mijn muis kwijt bij een jumpscare. En waarschijnlijk moet ik dan ook eventjes gelijk iemand laten komen die mijn ramen gaat vervangen. Want waarschijnlijk is dan mijn muis nog om ramen gegooid. Spooky? Oh, hi. Hi. I made it this far. Geef je me 7 tot 7,50? Well, congratulations. You're just about there, I think. Ja! Well, I didn't really have a gift ready, so Boo? There you go, unlimited stadium. It'll never ever run out. So, see you later. Sorry voor al die middelvingers, ik hou van je! Wacht eventjes. Password cake? Cheesecake. Maar cake is a lie? Cheesecake. Maar even wachten, dan kijk ik eventjes. Zit. Wacht. Oh nee, hier ken je. Unlimited power! Maar waarom heeft ze me dit gegeven? Wacht even, ik kan helemaal niet meer rennen! Ik kan helemaal niet meer rennen! Spooky, jij bitch! Nee! Ik kan niet meer rennen, jongens! Mijn sprint is broken. Spooky! Kaatje. Zeker met zo'n beest achter me aan. Oh, please, raak me niet, raak me niet, raak me niet, raak me niet, raak me niet. Jongens, ik kan op shift drukken waar ik wil met shift. Sprinten werkt niet meer. Ik kan niet sprinten. Ik kan oneindig mijn ex slaan. Moet ik dat beest nou gewoon slaan? Ik blijf gewoon lopen. Spooky! Kutspook! Gewoon blijf lopen. Als ik je zie. Spooky, hoe durf je me dit aan te doen? Nee! Volgens mij heb ik nou gewoon een heel leger van beesten achter me aan. I don't like. Wacht. Mijn stamina is weer terug. Dus. Oh, dat vuile tering, bitch, wijfhoer. Er staat een waarschuwing voor taalgebruik. Dus so don't quote me on that. Wat een gore sloerie uit de slobben. Daar! Dus hetzelfde merk als Spooky gaat doen. Wat een load of trut. Oh nee, geen kerk oorach dinges. Oh boy. Oké, die was lang. Dan vraag ik me eigenlijk toch heel eventjes af. En dan hoop ik heel eventjes op mijn sidekick achter mij heel eventjes daarna gaat kijken. Wanneer is nou eigenlijk precies de 31ste? 31 september. Volgens mij is zondag, toch? Dat is maandag. Oh, dat is maandag. De 31ste is maandag? Ja. Oh.
Ik zit nou namelijk heel eventjes te denken. Het is natuurlijk het leukste als de final op de echte dag van Halloween zou komen. Dus ik denk dat ik de final ook echt ga uploaden op de 31ste. Maar wat komt er vrijdag dan? Terraria. Net zo makkelijk. Waarom zit ik dat nou allemaal te bespreken? Omdat echt weer... Oh boy. Nee! Niet die laatste 10 rooms. Hell no. Nee. Laten we dat gewoon niet doen. Tenminste, ik ga ervan uit dat het de laatste 5 rooms zijn. Kom op. En dan nog 1. Het waren de laatste rooms. Keep a little pep in your step. Ik eis tot die bitch van de spooky hier naar binnen toe komt. En dan zou ik eens heel eventjes mijn echt laten voelen. Of mijn vuisten. Of een vlammenwerper van Valeria. Maakt niet uit. In ieder geval, dit was dus weer een aflevering van Spooky's House of Jumpscares. 600 tot 800 met een extra jumpscare. Dus ja, heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat natuurlijk een like achter. Als je daar de tijd voor hebt... De laatste aflevering zal geüpload worden op maandag 31 oktober. Dit in verband met maandag 31 oktober is het een echte Halloween dag. Dus hebben jullie ook heel eventjes de tijd om rustig tot adem weer te gaan komen. Van Halloween of van de spooky jumpscares die we dus in deze aflevering hebben gehad. Ik dank jullie voor het kijken. Hoop dat jullie plezier hebben gehad met deze Halloween special. En niet te vergeten, maandag 31 oktober komt dus de finale van Spooky's Halloween House of Jumpscares. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En ik ga nou heel eventjes rustig hier even voor zorgen dat er hier ook een spoor gaat komen. Gregory, ik kom je vergen. Doei!